Richard, dank je wel dat je hier staat. Ik weet hoe je je voorbereid hebt, heel intensief. En nu mag je alles verwachten van de geest van Jezus die in jou woont. Ik bid jou toe dat je afgestemd zult zijn op de geest van Jezus, de geest van liefde. En dat wij ook afgestemd zullen zijn op jou. Amen. Goedemorgen gemeente. Zo doet u het beter, denk ik. Wat mooi om een keer naar mensen te kunnen kijken als ik hier zit. In plaats van, ja, veel mensen zelfs te kijken. In plaats van tegen een paar die daar in dat hoekje daar zitten. Al een hele tijd, een jaar lang, werk ik eigenlijk elke dag vanuit huis. Ik denk dat er meerdere hier in de zaal zijn die dat hebben. Maar af en toe, dan mag ik naar mijn werk. En het mooie is dan, hè, het moment dat je dan weer thuis komt. Want als ik dan thuis kom, dan is iedereen gewoon blij. Dan is iedereen blij. En zo, bij Lotte zelfs zo blij dat ze me helemaal omhelst. En ja, wat voel je dan? Dan voel je je geliefd. Dan voel je je welkom. Dat verlangen en die liefde. Ik denk dat we dat beeld even vast moeten houden. Want vandaag laatst las Marie de bekende verhalen. Althans, ik denk dat de meeste mensen het verhaal kennen. Het verhaal van Hemelvaart uit Handelingen. Dat verhaal heeft Lucas twee keer eigenlijk opgeschreven. Eén keer in zijn evangelie en één keer in zijn handelingen. Want nadat Jezus zijn discipelen nogmaals met elkaar aan het praten zijn, even kort samengevat, over de dingen van het koninkrijk van God en de belofte van de Heilige Geest, en de opdracht om zijn getuige te zijn, verdwijnt Jezus opeens voor de ogen van de discipelen in een wolk. En gelukkig komen er dan nog twee mannen in witte kleren. Deze twee mannen geven de discipelen hoop. Want ze vertellen, Jezus zal terugkomen op dezelfde manier. ...2000 jaar geleden speelde dit allemaal af. En vanaf die tijd wachten wij christenen op de wederkomst van Christus. En nog steeds wordt Hemelvaart wereldwijd elk jaar herdacht. En elk jaar wordt er weer opnieuw gedacht dat aan de belofte dat Jezus terug zal komen. En dan is de vraag, hoe wachten wij? Wachten wij als een stel kinderen? Zoals hun vader terug zal komen? Met de zekerheid, hij komt terug? Of geloven we het wel? Laten we eens kijken in Handelingen hoe de eerste getuigen daarmee omgingen. Algemeen wordt aangenomen dat Lucas, de lijfarts van Paulus, het boek Handelingen heeft geschreven. Wie Theophilus was, ja, daar is eigenlijk weinig over bekend. Maar zijn naam zegt misschien iets. Zijn naam betekent vriend van God. Voel je je dan al aangesproken? Nou, ik wel. Ik voel me aangesproken als volgeling van de weg, als kind van God, als vriend van Jezus. Vriend van God, Theophilus. Dus dit is geschreven voor ons. Lucas benadrukt in het begin sterk dat er veel getuigen zijn geweest van de opstanding van Jezus. Ja, dat is belangrijk, want Jezus
is waarlijk opgestaan. Het is geen geestverschijning geweest. Nee, daarom moesten er zoveel getuigen zijn. Jezus is als mens waarlijk opgestaan. En het is dezelfde mens van vlees en bloed die op aarde heeft rondgelopen met zijn discipelen. 3 jaar lang, of misschien zelfs 33 jaar lang. En op de momenten dat Jezus zich laat zien, praat hij met zijn discipelen. Over het koninkrijk van God. En over de dingen daaromheen. Eigenlijk net zoals in de tijd voor zijn kruisiging, want toen deed hij dat ook heel veel. En ook nu waren zijn discipelen weer één en al oor. Maar zij verwarden wel iets. Zij verwarren het koninkrijk van God met het herstelde koninkrijk van Israël. Maar dit keer doet Jezus hun niet aanspreken over het koninkrijk van Israël. Nee, hij spreekt ze aan over dat het niet aan hun is wanneer de tijd zal zijn. Want dat gaat alleen God de Vader aan. Nou, ik denk dat dit ook de eerste les is. Ik heb vandaag 3 lessen. Dit is de eerste les die we hieruit kunnen halen. Wij gaan niet over de tijd, het moment dat God terug zal komen. Hoe graag we dat misschien ook zouden willen. God de Vader bepaalt het tijdstip en wij niet. Hoe graag wij ook willen dat Jezus terugkomt, hoe graag we ook willen dat hij nu terugkomt, hoe graag we ook zouden willen dat wij het konden bepalen, nee, hij bepaalt het, God de Vader en alleen hij. Ik denk zelfs dat je heel voorzichtig daarin moet zijn. Want we kunnen wel eens denken dat we namelijk, als we dat wel willen bedenken, dan worden we eigenlijk God gelijk. En dat mag niet de bedoeling zijn. God is echt vele malen groter als wij. Hij is onze schepper. Wij zijn niet als hem. Nou, gaan we door naar de volgende les. Daarnaast geeft Jezus discipelen de opdracht in Jeruzalem te blijven. Omdat ze daar gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. En die Heilige Geest die hebben we nodig. Om de taak te vervullen die God ons gegeven heeft. En dat is niet bezig te zijn met het moment dat Jezus terug zal komen. Nee, het gaat erom dat wij het blijde evangelie gaan verspreiden. Het gaat erom dat het nieuws van Jezus' offer en opstanding, dat tot uiteindelijk aan het uiteinde der wereld, oftewel overal op deze hele aarde, verkondigd wordt. Jezus draagt de discipelen daarmee op om als getuigen te zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot de hele aarde. En even naar ons vertaald, in Zutphen, Nederland, Europa, de hele wereld. En bij dit getuige moet je dan denken aan een getuige in een rechtbank. Een getuige in een rechtbank die moet eerlijk zijn verhaal vertellen. Zijn waarheid moet hij vertellen. Nou. En Jezus roept ons dus op om te vertellen over zijn offer die hij aan ons gegeven heeft. Over zijn opstanding. Over zijn verheerlijking. Over het koninkrijk van God.
Maar ook, wat heeft God voor jou gedaan? En Paulus, die schrijft het eigenlijk ook, hè? Die zegt, schaamt u zich niet voor het evangelie. Dat is precies eigenlijk de boodschap die Jezus op de Olijfberg heeft gegeven. Vertel het maar door. Vertel maar. Wat heeft God nou voor jou gedaan? Vertel maar hoe je leven is veranderd sinds hij in jouw leven is gekomen. En daar is Reza natuurlijk een mooi voorbeeld van. Hij gaat vertellen wat er is gebeurd met zijn leven. En vertel maar wat het voor jou betekent dat Jezus voor jouw zonden is gestorven. Dat is nou precies waar Jezus ons toe oproept. Niet bezig zijn met het momentum, maar bezig met het verspreiden van de blijde boodschap. En moeten we dan nu met z'n allen onze koffers pakken en de hele wereld over gaan reizen? Dat denk ik niet. Want ik denk dat God ons geplaatst heeft op de plek waar hij wil dat wij het evangelie verkondigen. Dat is voor Koos en Dini jaren is dat Albanië geweest. En voor mij is dat mijn gezin, mijn werk, mijn straat, mijn familie en vriendenkring, hier in de kerk. En voor iedereen heeft God een eigen kring waar hij wil dat wij zijn woord verkondigen. Zodat het wordt verkondigd over heel de wereld. En soms, hè, ja, dan roept hij jou en dan moet je gaan. Gehoorzaam. Maar dat is niet voor iedereen. Maar het is niet zo eenvoudig, hè, om altijd maar te getuigen. Ik vind het erg lastig om bij mij in de straat of in mijn familie te getuigen van hem. En geloof kan dan echt een taboe zijn. Een muur waar je het niet over hebt. Voor een ander kan dat verlegenheid zijn. En weer een ander die voelt zich minder waardig om het verhaal te vertellen. Die denkt van, ja, maar wat heb ik nou te vertellen? Maar God zal die muren afbreken. Daarvoor mogen we bidden. Daarvoor mogen we smeken. Dat die muren worden afgebroken. Dat wij daadwerkelijk in de volle kracht van Gods geest mogen getuigen. Er zijn ook mensen die bang zijn om vermoord te worden, omdat ze openlijk zijn over hun christenheid. Ik snap dat volledig. Maar daaraan wil ik vertellen dat we mogen kijken naar een aantal geloofshelden. Stefanus, Jacobus, Paulus. Al deze geloofshelden zijn als martelaar gestorven. Omdat zij niet konden stoppen te vertellen van Christus. Voor wat zij, voor wat hij voor hun gedaan had. Paulus liet zichzelf niet stoppen toen hij gestenigd is. Je zal het maar meemaken, volledig gestenigd, een verschrikkelijk martelwerk. Maar dat hoeven we niet alleen te doen. Dat kunnen we ook niet alleen. We kunnen het alleen met Gods geest, met Gods Heilige Geest. En die heeft hij gezonden. Dat is dan ook de tweede les voor vandaag.
Jezus geeft ons de opdracht om te getuigen van zijn koninkrijk en van zijn offer en opstanding. Dit hoeven we gelukkig niet alleen te doen, maar in de kracht van de Heilige Geest. En dan komen we nu bij something magic. Iets bijzonders. Iets het meest bizarre van het hele verhaal. De opname van Jezus. We kunnen het eigenlijk niet voor onze ogen voorstellen dan alleen als een soort goocheltruc. Jezus wordt opgenomen en wordt dan om, dus stijgt gewoon op dus. En dan komt er een wolk omheen en dan zien we hem niet meer. Bij een goocheltruc is het zo dat we voor de gek worden gehouden door onze hersenen. De goochelaar die weet het voor elkaar te brengen om ons te manipuleren, dat wij andere dingen zien dan dat er daadwerkelijk gebeurt. Maar bij Jezus is dat dus niet zo. Die opname heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Hij is omhoog gegaan naar de hemel. En hij is nu niet meer hier op aarde. Ga eens even, realiseer dat eens eventjes. Hoe zou jij zijn als je daarbij zou zijn geweest? Ik zou volledig verbaasd zijn geweest, volledig verward. Maar gelukkig, hè, dan komen die twee mannen, die staan daar dan opeens ook. En die twee mannen, wellicht zijn het engelen, die twee mannen die geven dan een boodschap van hoop. Die zeggen tegen de discipelen, deze Jezus, die jullie zien opgenomen zijn worden. Deze Jezus zal op dezelfde manier weer terugkomen. Ja. Deze Jezus wordt teruggekomen. Deze Jezus komt terug. Dat wil dus zeggen, de Jezus die op aarde heeft geleefd, gestorven is, opgestaan is, verheerlijkt is door zijn Vader, door zijn opname. Die Jezus zal terugkomen. En op het moment dat hij terugkomt, op dat moment, daar mag onze hoop naar uitgaan, op dat moment zal er vrede zijn op aarde. Want Jezus zal vrede stichten op de hele aarde. Op dat moment zal er geen verdrukking meer zijn. Op dat moment is er geen ziekte meer. Op dat moment is er geen eenzaamheid meer. Want Jezus zal het koninkrijk van Israël herstellen. Hij zal koning worden over Israël. Zoals het was, helemaal aan het begin van het koning, van het rijk van Israël. Toen was er ook geen koning. Toen had je richters, maar was God hun koning. Voor een andere keer is het om te spreken over wat daar allemaal mis is gegaan. Maar het wordt dus allemaal hersteld. Het wordt zelfs zo ver hersteld dat de tuin van Eden, het paradijs op aarde, weer hersteld wordt. Er zal geen probleem meer zijn. En die hoop, die hadden de Joden al. En die hoop hebben wij ook. Die hoop mag voor ons een zekerheid zijn. De hoop voor Israël is ook de hoop voor de volkeren. En in die hoop gingen de discipelen terug naar Jeruzalem.
En ze hoeft niet zo heel ver te lopen, maar een sabbatsreis is nog een kilometer. Maar ik denk wel dat ze verward waren. Aan de ene kant, Jezus is er niet meer. Aan de andere kant, de hoop en de wetenschap. Hij komt terug. En ze gingen naar de vrouwen en naar de familie van Jezus en naar de moeder van Jezus. Want ze hadden een opdracht op zak. Ze gingen terug om te vertellen wat er gebeurd was. Maar ze moesten nog even wachten. 10 dagen lang. Niet kort erna. Staat er. En dan zal de Heilige Geest over ze komen. Maar wat is dat dan, denken ze? Ja, de Heilige Geest. We worden gedoopt met de Heilige Geest. Maar ja, zij hadden dat nog nooit eerder meegemaakt. Dus wat betekent dat dan eigenlijk? Ook weer verwarring. Dus wat gaan de discipelen, de vrouwen en de familie van Jezus doen? Gaan ze op hun stoel zitten wachten en wat is het dan? Nee. Ze gaan zich richten op God. Ze gaan bidden. Ze gaan smeken, staat er. In volharding. En waarover ze beden en smeekten, nou, daar staat er niet bij. Ik denk dat het gaat over de wederkomst en over de doop van de Heilige Geest. Maar misschien ook wel over bescherming tegen de Joden. Je weet het niet. Maar ze bleven zich richten op God. Alle hoop die ze hadden kwam van God. En daarin ligt dan ook de derde les voor vandaag. Hoe gaan wij om met het wachten op Jezus? Ook nu we al 2000 jaar wachten. Gaan we kijken hoe we zelf kunnen bepalen of Jezus snel zal komen? Of stellen we ons vertrouwen en onze hoop op God? De discipelen geven ons het goede voorbeeld. Ze komen samen en volharden in het gebed en smeken. En na de Heilige Geest, na de komst van de Heilige Geest, konden ze niet anders meer. Ze konden alleen nog maar vertellen over Jezus. En we zien in Handelingen steeds weer dat de discipelen dat deden in gebed. Elke keer de wisselwerking tussen gebed en verkondiging. Ze bleven zich elke keer weer richten op God. En bij volhardend bidden denk ik niet aan een gebed voor een kerkdienst of een gebed om, voor een preek. Ze zijn heel belangrijk. Vergis je niet. Maar bij volhardend bidden denk ik aan een bidstond van enkele uren. En dat doen ze niet. Er zijn geen enkelingen die dat doen, nee. Het is de volledige gemeente die dat doet. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gehele gemeente. Dat we samen ons oog gericht houden op Hem. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat als gemeente samen doen, volhardend, dus continu maar doorgaan, dat dat de gemeente ten goede komt. Wij zullen gaan leven in de hoop, in de zekerheid van die hoop dat Jezus terug zal komen. We zullen onze ogen gericht houden op Hem en niet om de omstandigheden om ons heen. We gaan niet voor God spelen door te bepalen wanneer Hij dan wel terug zal komen. Omdat de corona misschien wel het begin van de eindtijd zal zijn. Nee. Wij richten ons op de hoop dat Hij terug zal komen op dezelfde manier hoe Hij weggegaan is. En de zekerheid dat Jezus zal terugkomen geeft ons dus die hoop.
En ik kan me voorstellen dat hier mensen zijn die zeggen, maar daar heb ik nu helemaal niks aan. Ik heb nu een probleem. Ik ben nu eenzaam. Ik ben nu ziek. Ik zie nu geen uitzicht in mijn situatie. Ik wil je daarmee zeggen, probeer je dan te richten op God en niet op je problemen. Ik denk namelijk dat als wij ons te veel richten op onze problemen, dat we die problemen belangrijker gaan vinden als God zelf. Probeer je te richten op Hem. En als we ons richten op Hem, dan zal die hoop meer gaan spelen. En ik weet uit ervaring dat dat lastig is. Het is niet makkelijk. Maar ik weet wel, ook uit ervaring, dat onze hartsgesteldheid er een stuk beter door wordt. Even een korte samenvatting. Denk niet dat je God gelijk bent door te willen bepalen wanneer God het koninkrijk van God en Israël zal herstellen. Het is aan God om de tijden te bepalen en niet aan ons mensen. In plaats daarvan mogen we in de kracht van de Heilige Geest getuigen van het koninkrijk van God en van zijn wonderbaarlijk offer en van zijn opstanding en wat het voor ons betekent. En tot zolang dat hij terugkomt, mogen we biddend en smekend hopen en verwachten dat hij terug zal komen. Want door te leven in die hoop wordt het misschien nu niet beter, maar mogen we weten dat de toekomst beter zal zijn. Door te leven in die hoop zal bij zijn wederkomst ons welkom voor hem fantastisch zijn. Zoals een kind dat heeft als een van zijn ouders thuiskomt. Amen.